Trots tegen het sportcentrum. Gaan we zo meteen opmaken voor de Supercup bij de vrouwen. De vrouwen van Weert en Sneek zijn inmiddels gearriveerd. We kunnen zo meteen gaan aandraaien voor hun Supercup. Maar nu klinkt er het applaus. En dat applaus is voor de ploeg uit Doetinchem. Onder leiding van deze coach, Joel Banks. En met voorop Daan van Haalem, de spelverdeler. En zij gaan hun medailles krijgen. Maar het belangrijkste is natuurlijk die cup aan het eind. Die de naam Supercup met zich meedraagt. De glimlach bij Dievenbach, toch mooi om te zien. En ook hier weer natuurlijk een persoonlijk woordje voor iedereen. Terwijl Joel Banks op afstand even staat te genieten. Goed, we zal ook zelf ook een medaille in ontvangst mogen nemen straks, neem ik aan, de coach. En zo krijgt iedereen zijn medaille ook van Gabben. Een van de jonge talenten die nu is ingepast bij Orion. En hier Ozzy. Adam White. Die ook zijn medaille krijgt. En de man die sterkst om te serveren aan het eind van de derde set. Deze Dick Heusinkveld. 2,6 meter. Weer de aanvaller van Orion. En voor Niels Plink is het snel weer over tot de orde van de dag. Want er is natuurlijk meer dan volleybal. En hier Eden Tutten. De libero. En ook Kamps, de tweede spelverdeler. En zo krijgt iedereen uiteindelijk zijn medaille aan de kant van Orion. Ook de reserves, ook de coaches zullen straks een medaille gaan krijgen. Maar het is dus wachten op het moment van die beker, van die Supercup. Die de bekerkast in gaat in Sporthal Rozengaren in Doetinchem. Tribune zitten. Een kleine herinnering die erbij hoort, dat is zeg maar het trofee, het officiële deel. Die wordt alvast gevierd, maar hier gaat het om de uitreiking van de Supercup aan het hele team, want ze hebben het samen gedaan. Orion uit Doetinchem pakt de eerste prijs van dit seizoen. De Supercup gaat naar de Achterhoek, naar Doetinchem. En dus zal daar vanavond nog wel een feestje gevierd worden. Voor het team dat eigenlijk pas 6 dagen volledig met elkaar in training is. Door het leven gaat als Langhenkel Volley, dat is de officiële naam tegenwoordig. Wij zijn een nieuwe sponsor, maar wij kennen de ploeg nog steeds als Orion. En zij hebben de Supercup gewonnen na een overtuigende overwinning van 3-0 op Dynamo uit Apeldoorn. De mannen hebben hun prijs verdeeld. Daar staat de winnaar van de Supercup 2011, Orion. Straks is het de beurt